Stevige jobcreatie, een verlaging van de belastingdruk en meer koopkracht. Dat is waar de regering Michel, of wat daar van overbleef, erg trots op was. Een van de pijlers in dat verhaal was de arbeidsdeal. Het akkoord daarover. In de zomer van 2018 ging de regeringstop vieren op Tomorrowland. Maar een begroting in evenwicht, daarover valt niet te juichen. Meer nog, het tekort bedraagt op dit moment meer dan 7 miljard euro. Een overzicht door Bart Aert. Show me the money. Here is the money. Onze staatsschuld bedraagt 387 miljard euro. Wij gaan onze begroting in evenwicht hebben op 2018. We gaan eindelijk uit de schulden geraken zonder de belastingskraan open te draaien. De zoektocht naar 17,3 miljard. Dus het wordt geen wandeling in het park. Deze regering heeft drie prioriteiten. Jobs, jobs en nog jobs. Resultaten voor de betrokkenen zullen tastbaar zijn op het loonbriefje al in 2016. Vous avez osé plumer les familles. Een last op vermogen, nul collega's. De oppositie hield premier Michel vanmiddag zelfs letterlijk een spiegel voor. Een gigantisch gat. Een gigantisch gat van 3 miljard euro, meneer de premier. Wat heeft u dan met het geld van de mensen gedaan? Een structureel evenwicht in de begroting in 2018 blijft wat mij betreft het marsorde. Nog altijd een put van 4,2 miljard. Getekend Johan van Overtveld. In 2016 zal zijn raming er van meer dan 1 miljard naast zitten. De geloofwaardigheid van deze regering op budgetair vlak staat echt op het spel. Chris Peeters verlaat de onderhandelingstafel om te overleggen met zijn achterban. Een onderhandeling voor u niet door u te gaan verschansen in uw kabinet. Maar bon, voilà, on a eu l'occasion de dîner, de regarder un match complet de Diable Rouge. Meneer de eerste minister, een scout en een giro vergadert op een ernstigere manier dan uw regering. Hou er alsjeblieft mee op. Zeggen dat we die 8 miljard op 2 jaar moeten doen, dat denk ik is de mensen blaasjes wijs maken. Het zomerakkoord is er. Jobs, jobs, jobs. Dat is, zoals jullie weten, onze mantra. Deze show weer deze morgen had eigenlijk geen enkele meerwaarde. Of het gefinancierd wordt, dat zal op het einde blijken. Dat was mijn idee en dat was de nacht van de politieke akkoord tussen 2 en 3 uur s'nachts. Ik heb op een moment gezegd, allez, als we slapen, we moeten samen volgende weekend naar Tomorrowland gaan. Onze persconferentie hier moet ik weten. De tweede keer dat ik naar Tomorrowland kom. Ik ben liever hier dan op Hertoginendaal. Geachte collega's, het zomerakkoord is een inhoudelijk bijzonder sterk, evenwichtig akkoord. Ik betreur ook dat minister Van Overtveld grote verwarring heeft gecreëerd. Wel, ik denk dat het goed is dat we allemaal in onze communicatie goed afwegen wat we stellen. Ja? De kritiek die mij het meeste raakt, is dat de dash dat ja. er inderdaad een beetje uit is. Had de N-VA de vorige begroting meegestemd, ja, dan moesten we niet in dit soort voorlopige situatie komen. Een ontsporing van het budgettaire werk. N-VA beloofde 5 jaar geleden een begroting in evenwicht in 2018. Maar dat evenwicht kwam er niet. Op vlak van het budgettaire is er inderdaad nog een traject te gaan. Ik denk dat je ergens geld zou moeten halen bij de gewone man. Prachtig filmpje, moet ik zeggen. Ja, en bij ons Bart De Wever en John Crombé. Goedenavond, heer. Meneer De Wever, na alles wat we nu gezien hebben voor een komende legislatuur, hebt u nog interesse in een begroting in evenwicht? Dat was weer een prachtig filmpje. Ik moet u toch op één ding tegenspreken. U zegt het tekort is nu 7 miljard. Dat weet u niet. Dat is een prognose. Mm-hmm. Laatste cijfer dat u echt kent. Is het niet pijnlijk dat we dat niet weten? Ja, uiteraard kan je dat niet weten. Het is een lopend jaar. Dat kan niemand weten. Je hebt alleen maar ramingen. Begrotingen, fiscale inkomsten, dat zijn ramingen. Ja. De laatste rekening die we kennen is die van 2018. En daar stond 3 miljard tekort op. Gaat dat nu oplopen? Dat zou best kunnen. Dat ontken ik niet. Maar wordt dat 7 miljard? Dat weet u niet. Alle prognoses zijn ieder jaar van deze regering veel slechter geweest dan het uiteindelijke resultaat. Ja, dus wat ik niet kan ontkennen, is dat het evenwicht er niet is.
Dat had er moeten zijn. We zijn met 12 miljard tekort begonnen. Dat traject is niet volledig gereden. Maar in structurele verbetering van de begroting doen we, staan we op de derde plaats in Europa van het traject dat we hebben gereden. U weet dat er cijfers zijn van de Nationale Bank die gaan over structuur. Er zijn cijfers van planbureaus, cijfers van de Europese Commissie en cijfers van de Nationale Bank die wijzen dat er wel degelijk een probleem is. Ja, ja, jammer. Een tekort van 1,3% dit jaar, 2020, wordt dat 1,7%. Ja, 1,3, dat is 5 miljard, hè. Dat zijn er al geen 7. Ja, dat vindt u dan peanuts, want het loopt wel op, zegt de Nationale Bank. Natuurlijk. 6 à 8 miljard als er niets gebeurt. Ja, en veel meer. Alleen de sociale uitgaven. U zei er net dat het niet zo erg was, toch? Dat heb ik u niet gezegd. Ik zeg, we hebben een heel deel van het traject gedaan, maar we zijn niet waar we moeten staan. Bij ongewijzigd beleid sociale zekerheid komt er 18 miljard bij tegen binnen 5 jaar. Dat is gewoon de vergrijzing. Dat is allemaal opgesopt. Ook deze keer was dat 12 miljard. Nee, die cijfers zijn echt wel onomstotelijk. Ja, maar heeft men vertrouwen in onze publieke financiën? U is verwijst naar de Europese Commissie. Wel, die heeft ons midterm objectief van wat moet België doen, naar beneden bijgesteld. Dus zij vertrouwen het wel. De financiële markten, als je kijkt welke rente betalen we op onze schuld, is dan ook de helft van het gemiddelde van de eurozone. Vorige regering was dat het gemiddelde. Dus dat zijn toch wel gezagsargumenten dat de buitenwereld wel vertrouwt in onze publieke financiën. Maar u had de belofte gemaakt, het komt deze keer allemaal goed met dat evenwicht van de begroting. Eén ding moet ik toegeven. Toen ik hier het beroemde Dash-interview gaf, was ik er ongeveer wel uit dat wij moesten gaan kiezen welke van de twee darlings we zouden killen. De begroting netjes in evenwicht hebben of de lastenverlaging laten vallen. Wij hebben gekozen om de lastenverlaging van 8 miljard die er toch geweest is, van die vooral te behouden en geen belastingsvoorstel te gaan slikken om de nul op het bord te krijgen. Dat gezegd zijnde is er zelfs op vlak van het vorderingensaldo wel een traject gereden in de juiste richting. En dat mag gezien worden samen naast de jobcreatie, de handelsbalans. Is dat niet zo slecht? Ten eerste, alle rapporten die er liggen spreken van een oplopend tekort van de begroting. Dat 7, 8 en in sommige rapporten zelfs 9 miljard zal zijn. En men weet dat in de regering. Maar men heeft een begroting neergelegd die niet meer gestemd is, waar dat er een paar miljard doping in zat. Dat is de cijfers van Johan van Overtveld, ook dat staat in alle rapporten. Er zitten inkomsten in 2018 die wegvallen. Dus dat tekort loopt op en wordt alleen maar groter. Ja. Maar alles wat we te horen krijgen, de voorafbetaling van de vennootschapsbelasting, was gewoon doping. Een extra steuntje in de rug hebben. Absoluut. Maar, en dus ziet het er slecht uit voor die begroting. Maar alle antwoorden die komen zijn statistieken. En het gaat nooit over de mensen. Want de grote vraag is, wat is er dan eigenlijk gebeurd met alle lasten en facturen die verhoogd zijn met dat geld? Want meer dan de helft van de Vlamingen stelt vast dat zijn koopkracht daalt. Meer dan de helft van de Vlamingen kan niks meer bij elkaar sparen. Er zijn een paar honderdduizend mensen die werken, een job hebben, meneer De Wever, werken en niet meer rondgeraken. En al die facturen zijn omhoog. Als we het hebben over dat evenwicht, waar is dat geld dan naartoe? Dan zegt uw partij toch ook, als we het hebben over dat evenwicht, dat hoeft niet per se? Ja, maar het gaat nu over hun beleid en de blaasjes die ze mensen hebben wijsgemaakt. Maar ook over het evenwicht vinden. Hè? Het gaat in maar de begroting. Wij vinden allang, er is ruimte om investeringen te doen. Voor de komende legislatuur betekent dat dat je maar stapsgewijs kunt werken. Dat is ons verhaal. Maar het gaat hier over het verhaal van wat men achterlaat. Al die facturen zijn de hoogte gegaan. Dat is de onderwijsfactuur is omhoog, de energiefactuur, elektriciteit en water. De rusthuisfacturen zijn omhoog. De bussen zijn duurder geworden. Kan ze nog een tijdje doorgaan? Mensen hebben veel meer betaald. Okay. Meer dan de helft van de Vlamingen zegt mijn koopkracht is gedaald. En waar is, maar meneer De Wever, ik vraag het u. Waar is dat geld van de mensen dan naartoe? Lees de rapporten van de Nationale Bank. Maar waar is dat geld van de mensen dan naartoe? Van een netto stijging van de koopkracht van meer dan 5%, bijna 6%. Maar dus al die Vlamingen die er is, zijn officiële cijfers. Dat zijn de officiële cijfers. En dat is op een hele, meneer, als ik even mag, op een heel sociale... Ruim laten spreken. Ja, maar als... Op een heel sociale manier hebben we dat ook gerealiseerd. De taxshift is gefocust op de lage lonen. Die hebben er een 13e maand netto bij gekregen. Wie heeft dat vooral gefinancierd? Een aantal facturen, dat is juist. Dat ga ik niet ontkennen. Dat is juist. En dat hebben mensen gevoeld. En dat voelen ze psychologisch veel meer dan hun loon dat stijgt. Dat klopt. Dat speelt perceptie in ons nadeel. Maar wie heeft er vooral betaald? De roerende voorheffing, de bankentax, de beurstax, de effectentax, de Caymantax. We hebben een echte transfer van vermogen gerealiseerd naar mensen die voor een laag inkomen gaan werken. De Nationale Bank meet dat op. De private jobcreatie bewijst dat ook. De activiteitsgraad in Vlaanderen is op 75% gekomen. We zijn bijna een normaal Noordwest-Europees land. Nederland heeft 80%. We zijn er bijna door. Dat zijn toch wel effecten. Door, zegt u. Mag ik u nog eens vragen? Er is ook nog Wallonië en Brussel in dit land. Als we het hebben over dat evenwicht,
Hoe belangrijk is dat voor u? Moet het er komen in een volgende legislatuur? Wel, het is levensbelangrijk. Wij hebben onze plannen voor het planbureau ingediend. We krijgen nu heel veel kritiek op, omdat we die heel ernstig hebben gemaakt. Daar zit 2,5 miljard overschot op de plannen die we hebben ingediend. En het planbureau heeft één zinnetje dat ik nog ken en wil onthouden. N-VA is de enige die zijn uitgaven met reële inkomsten heeft onderpind. Maar zegt u, lees, evenwicht bij moet rest, er deze keer komen? Ja, natuurlijk moet dat er komen. Wanneer? En we zijn daar heus niet meer zo ver van. Wanneer? Wij gaan, premier Michel heeft een voorstel ingediend 2021. Wel, 2021 mag vroeger komen. Je moet naar de MTO kijken die we van Europa moeten realiseren. Daar mochten we zelfs 0,5 tekort hebben, omdat we zo structureel hervormd hebben. Zegt u dan opnieuw bijvoorbeeld 2020? Want waarom zouden we deze keer geloven? Het hangt van de... Ja, omdat we al een heel deel van het traject hebben afgelegd. We gaan heel juist in de juiste richting. Als je nu zou zeggen... We zijn met een van de slechtste structurele saldo's in Europa begonnen. We hebben op twee landen na de beste structurele verbetering gerealiseerd. Dus we gaan echt wel in de juiste richting. Dus we gaan daar wel komen. Dus u meent het deze keer. En het hangt natuurlijk van de hervormingsdrift van de volgende coalitie. Als wij de werkloosheid kunnen beperken in de tijd, de brugpensioenen echt kunnen afbouwen, de groenorm in de gezondheidszorg beperkt kunnen houden, dan gaan wij effectief naar dat evenwicht gaan. Het is gewoon niet waar, omdat als men toch naar het Planbureau en de Nationale Bank wil verwijzen, tegen die 2020-2021 loopt het begrotingstekort nog op. Omdat wat is ingediend in het parlement... Nee, omdat wat is ingediend in het parlement niet waar is. Er is een paar keer naar Johan van Overtveld verwezen. Zijn cijfers kloppen niet. En dat weten we nu ondertussen. Dat begrotingstekort wordt groter. Als je toch het Planbureau en de Nationale Bank roept. Maar wat dan nog belangrijker is... Mensen zijn daardoor, je kunt blijven zeggen, ik heb statistieken. De mensen die zeggen, mijn koopkracht daalt, die zijn allemaal mis. De helft van de Vlamingen zijn mis. Maar mensen zijn hun zekerheid kwijt. En om dat op te lossen, gaan we moeten komen met plannen die zekerheid teruggeven. En dat is bij ons zeker investeringen in de zorg. Maar ik wil het kort even afmaken, want ik laat meneer De Wever ook uitspreken. Investeringen in de zorg, lagere facturen, zeker de BTW op de elektriciteit... en een oplossing voor het pensioensmodel. En daar, als ik het programma lees van N-VA, daar maak ik mij zeer grote zorgen over, want daar staat er nu letterlijk in dat de pensioenleeftijd opnieuw zal verhoogd worden. En ik vraag u dan, meneer De Wever, dat is voor de kiezer. Effectieve moet niet schudden, het staat in uw programma. De effectieve leeftijd. Nee, de wettelijke leeftijd zal verhoogd worden. Leeftijd. Ja, maar alleen meneer De Wever. Ik heb het bij, het is pagina 40. Ik snap niet dat je dat ontkent, want je verwijt het soms aan andere mensen. Maar lees dat een keer voor. Ik zal het voorlezen. Ik vind dat mijn programma wordt voorgelezen. Ja, maar het is letterlijk, maar het is omdat je programma ontkent dat ik het ga voorlezen. Ja, leest u het voor. De levensverwachting nog verder zal stijgen. En cruciaal is dat de wettelijke pensioenleeftijd die levensverwachting volgt. Ja? Dus ik vraag u, zeg het aan uw kiezers. Gaat het naar 69, 70 jaar? Hoeveel gaat het verhogen? Weet u hoe dat de levensverwachting zal evolueren de komende 5 jaar? Dat weet ik ook niet. De wettelijke pensioenleeftijd zal nog stijgen. Het is wel een belangrijke vraag. Jullie hebben de pensioenminister gehad van 1980. Ja, maar wacht, de vraag is... Van 1980 hoeveel hadden u het verhogen? Van 1980 ik weet dat u geschiedenisexpert bent. Tot 2011. Maar het zijn verkiezingen. Ja, dat is pijnlijk. Ik weet het, maar de vraag is hoeveel hadden de wettelijke pensioenleeftijd verhogen? Je weet het, dat hoeveel had de wettelijke pensioenleeftijd dus van 1980... Maar kan u antwoorden op de vraag, meneer De Wever? Als ik eens wat mag hebt zeggen, u voor ogen? Dat van 1980 tot 2011 de socialisten de pensioenminister hadden. De effectieve leeftijd van uitreden zakte toen tot een dieptepunt van 57 voor mannen. 2019. Dat gezegd worden, 57 mannen, maar 55 klopt het wat vrouwen. We hier horen, meneer De Wever? We zijn nu nog maar net voorbij de 60,5. Daar zullen wij moeten evolueren tegen 2030 naar 3,64 effectieve. Maar u ontkende net dat de wettelijke pensioenleeftijd nog zal verhoogd worden door u en staat hierin. Als de levensverwachting op lange termijn nog stijgt, zoals in Denemarken, lijkt me logisch dat je een notioneel systeem introduceert waarbij mensen, als de levensverwachting stijgt, een maand langer moeten werken, zodat je niet in schokken in die pensioenvorming moet gaan. Dus de wettelijke leeftijd gaat omhoog? Ja, de wettelijke leeftijd gaat omhoog, als de levensverwachting verder gaat stijgen. En dat is de enige manier dat stijgen, om het systeem betaalbaar te houden. U kunt natuurlijk, zoals meneer Dardin, een witboek, een zwartboek en ik weet dat u in staat bent om terug te gaan naar 1743 en 1768. Naar 2004. Ik wil gaan naar 2019, 2024. Wat gaan we doen met een plan voor de pensioenen van de toekomst? En dan, dat staat in uw programma, en daar zegt u, we gaan de wettelijke pensioenleeftijd. Heren, we gaan samen kijken naar de toekomst. Begrijpend lezen is achteruit gegaan. We gaan kijken naar de toekomst en wat er dan moet gebeuren. Laten we het daarover hebben verder. De kritiek bij economen klinkt eensgezind. Er is 4 jaar lang niet genoeg structureel gesaneerd. En dat is een gemiste kans. Wat is het probleem en wat moet er gebeuren? Dirk van Zundert vroeg het aan André de Koster, professor overheidsfinanciën, en ging ook langs bij het planbureau dat voor het eerst in een campagne zicht kreeg op de plannen van de partij. MUZIEK
Ik was contactpersoon tussen het planbureau en de partij Groen. Het voordeel daarvan was is dat er altijd iemand op de hoogte was van wat er allemaal speelde in de communicatie van die partij. En ook dat er geen misverstanden konden ontstaan doordat er langs parallele lijnen gewerkt werd. Ik was eigenlijk de expert of een van de experten energie. En heel specifiek heb ik mij bezighouden met de modellisering van het elektriciteitssysteem in België tegen 2030. Het was een leerproces voor iedereen, zowel voor de grijze wetenschapper als de meer flamboyante politicus of studiedienst. Saskia Weemaas. Dan je ziet dan ook waar de partijen welke accenten leggen. Er is een groot verschil. En ja, ook met het werken met inkomensdecilen zie je heel gemakkelijk welke partijen zich naar de lagere inkomens richten of vice versa, naar de hogere. Partijen zijn zich soms niet genoeg bewust van hoe complex de realiteit is, hoe complex de huidige wetgeving is en hoe nauwgezet je maatregel moet specifieren om tot een duidelijk beleid te komen. Al dat rekenwerk van het planbureau levert interessante weetjes op. Kijken we bijvoorbeeld naar de voorspellingen van het begrotingstekort op basis van de verkiezingsprogramma's. Groen, N-VA en SPA houden dat nog enigszins binnen de perken. Bij Vlaams Belang kun je wel spreken over een ontsporing. Logisch volgt daaruit dat de overheidsschuld bij de beleidskeuzes van Vlaams Belang sterk zal stijgen, terwijl die bij N-VA en vooral bij Groen eerst licht daalt en daarna stabiel blijft. De belofte van de huidige regering om in 2022, denk ik, naar een begrotingsevenwicht te gaan, vind je niet terug. Dus dat betekent dat alle politieke partijen, wie ook in de regering gaat, zal nog een aantal bijkomende maatregelen moeten nemen die besparingen betekenen en dus eigenlijk een impact gaan hebben op de economische groei, op de tewerkstelling. Ze hebben gelijk bij het planbureau, zegt de Leuvense professor André de Koster. En eigenlijk is het nog erger en scherper dan dat. En hij haalt daarbij deze grafiek aan. Een grafiek over het begrotingstekort en hoe de regering beloofde dat tekort weg te werken. We zien dat de blauwe lijn systematisch naar rechts geschoven is. Dat betekent dat we systematisch onze belofte niet waargemaakt hebben en we gezegd hebben, we gaan het morgen doen. We gaan het volgend jaar doen. De rode lijn is wat we ervan gemaakt hebben, wat we ervan gebakken hebben. En dan zien we dat we duidelijk eronder zitten met hier die fameuze eenmalige meevaller in 2017. In 2017 is ons tekort tamelijk spectaculair verminderd. Dat is omdat de bedrijven veel meer vooraf betaald hebben in de vennootschapsbelasting. Natuurlijk, als je vooraf betaald hebt, moet je dat achteraf niet meer nog een tweede keer betalen en niet meer goedmaken. Dus dat betekent, nu al betalen is later niet meer ontvangen. En dat is de hoofdreden waarom alle prognoses over ons toekomstig tekort er in de toekomst slechter uitzien. Naast ook het feit dat de tax shift pas volledig op volle snelheid komt in 2019, dus minder inkomsten van de personenbelasting, minder inkomsten van de vennootschapsbelasting. En dus de rode lijn gaat duidelijk neerwaarts, verder de diepere in. Dit is ongeveer 2,5%, dat is 10 miljard. Dat is het gevolg van in feite alleen op je inkomstenzijde te werken. Als je je inkomsten verlaagt, en daar kunnen goede redenen voor zijn, maar je compenseert dat niet, hetzij door andere inkomsten, hetzij door besparingen op overheidsuitgaven, ja, dan creëer je een put. Dus in die zin is het echt wel een gemiste kans. De conjunctuur ziet er inderdaad slechter uit voor de komende jaren. Als we dan inderdaad besparingsoperaties moeten doorvoeren, dan is dat in feite die reeds verzwakkende conjunctuur nog versterken in dezelfde richting. Je doet het beter omgekeerd, namelijk in goede tijden een beetje de moeilijke maatregelen nemen, in slechtere tijden zorgen dat je wat meer kan uitgeven als overheid om de economie te ondersteunen. Ja, als we dit horen, heren, dan is de hamvraag, denk ik wel, vraag die ook vele kijkers zich stellen. Wat staat er ons na de verkiezingen precies te wachten, meneer De Wever?
toch opmerken dat het raar is dat die cijfers in 15 beginnen. De legislatuur is in 14 begonnen met een zeer groot tekort. Mm-hmm. Dan hebben wij wel een flink deel weggewerkt. Ook van het structurele tekort, ik zeg het nog eens. Maar we zien maar we hebben we niet zien, de volledige rit gereden. En inderdaad, als je het beleid niet wijzigt, zal die saldo verslechteren. Ik zeg het nog eens, de sociale zekerheid stijgt met 18 miljard. Dat is per jaar, hè, dat er gaat bijkomen. Absoluut. Deze legislatuur was dat 12 miljard. Mm-hmm. In andere woorden, je zal kosten moeten samendrukken, je zal moeten besparen, je zal de werkloosheid moeten beperken in de tijd. Je zal inderdaad langer moeten werken, effectief, in plaats van het omgekeerde te doen, wat jullie altijd hebben gedaan. We zullen bepaalde stelsels, brugpensioen, moeten afbouwen. We hadden dat al in 2004 moeten doen. Dan heb ik die brandbrief van Frank van den Broeke gelezen. Nu of nooit, maar het was blijkbaar nooit. We zijn 10 jaar te laat begonnen. Maar dat zal allemaal inderdaad moeten gebeuren. En de kritiek snijdt wel hout. Ja, maar communiceert u dat genoeg dat... aan de kiezer wat het precies inhoudt? Wel, als je onze plannen ziet, dan hebben die een batig saldo van 2,5 miljard. Dat kan niet voor alle partijen gezegd worden. Groen doet het daar nog beter, maar die zetten 13,7 miljard belastingen. Hè. Het planbureau heeft dat uitgedaald. 13,7 miljard, dat is een tsunami. Mm-hmm. Ja, dan, en ze komen nauwelijks beter dan wij. Ja, zo ken ik het ook natuurlijk. Ja, meneer Krombé, uw plannen die komen wel uit op meer dan 800 miljoen min, hè? Ja, maar zoals daar gezegd is in het filmpje, er zijn eigenlijk drie programma's die ook naar de inkomsten kijken en zorgen dat die begroting niet verder ontspoort. Mm-hmm. Dat is N-VA, Groen, SPA. Dat is al genoeg gedocumenteerd. Dus dat is belangrijk, want wij werden de jobmotor genoemd. We hebben het meest jobs in onze voorstellen gecreëerd. De inkomens van werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden gaan bij ons het meest vooruit en de prijzen dalen. Niet onbelangrijk om mensen terug wat zekerheid te geven. En de impact op de begroting is zeer klein, maar zoals het planbureau zelf aangaf, we hebben 45 maatregelen neergelegd, maar zelfs niet allemaal. Onze grootste inkomensmaatregel zelfs niet. Maar nog belangrijker is, het stijgt, en dat zag je in die grafiek. Meneer De Wever wil dat ze naar 2014 teruggaan, die heeft daar een punt. Maar ik heb ook gekeken naar 2020-2021. Het zakt naar 10 miljard en maar meer. Maar los van die cijfers blijft de vraag ook aan u. Weet een kiezer eigenlijk wel op een of andere manier wat ons te wachten staat? Ik heb daar een punt van gemaakt om daar heel duidelijk over te communiceren. We hebben zelfs vorig jaar al een toekomstbegroting neergelegd, waarin dat er staat wat we willen maken van keuzes. Ja, want we hebben hier eigenlijk het, mag ik het zo zeggen, belastingmodel ten opzichte van het meer besparen. Nee, u mag dat zo hier absoluut zitten absoluut twee filosofieën aan tafel. Meneer De Wever zegt dat klopt. Dat klopt niet, want draai het dan om. Want dat is wij een fundamenteel verschil. We hebben de belastingdruk, als we zelf de begroting hadden, veel lager gebracht dan dat ze nu is. Toen wij bevoegd waren voor de begroting, was de belastingdruk veel lager dan dat ze nu is. Voor de bankencrisis, absoluut. Doe maar een factcheck. Ja, dus een keer. Zeggen dat een belastingmodel is, dat is niet waar. Maar wat wij niet willen, dat is wat er nu gebeurt. Maar u zegt belastingen op vermogens bijvoorbeeld, op grote bedrijven. En wij zeggen de belastingen verlagen op arbeid, op werken. Mm-hmm. Wat wij niet willen, dat is het model kapot maken op de besparingen. Meneer De Wever heeft in het begin van de legislatuur gezegd: ik ga geld rapen in de sociale zekerheid, heeft hij altijd maar herhaald. Ze laten dat nu achter, die sociale zekerheid, met een miljard tekort. 1,15 miljard tekort. Ja. Wat gaat dat dan zijn? Nog besparen in de pensioenen, nog besparen in de gezondheidszorgen, in invaliditeit. Waar gaat het nog van komen? Meneer De Wever, het klopt wel. Het zijn recente cijfers over het nieuwe gat in de sociale zekerheid. De vraag is ook relevant. Ik kom opnieuw terug bij waar mensen zich, blijkt ook uit een VRT-studie, waar ligt de Vlaming wakker van, waar ze zich zorgen over maken. Ik hoor meneer De Wever zeggen... meneer Krombé zeggen, er gaat enorm bespaard worden in die sociale zekerheid. Kan bespaard, u zeggen helemaal, hoe en wat? Er is niks bespaard in de sociale zekerheid. We geven daar nu 12 miljard meer aan uit. 12 miljard meer aan uit dan in het begin van de legislatuur. In de volgende legislatuur zal dat 18 miljard grote kostendrijvers, de gezondheidszorg en de pensioenen. Dat is normaal terecht, voor de begrijping. Dat is geld van de mensen. Met andere woorden, ja, je kan dat voor het geld van de mensen. Maar zeg dan niet dat we besparen. We proberen oplopende kostenreeksen een beetje samen te drukken. Bijvoorbeeld door de groeinorm. Als dat is een andere omschrijving voor de besparingen. Als ik even mag, de groeinorm, het groeit nog altijd, hè, in de gezondheidszorg bijvoorbeeld wat beperkt te houden. En ervoor te zorgen dat er meer inkomsten zijn door jobcreatie. Als 80% van alle mensen zou werken in dit land, wat men vooral in Wallonië en Brussel niet doet, zoals in Nederland, 80%, dan hebben we geen enkel probleem meer. Hè? Niet meer met onze schuld, niet meer met onze vergrijzing. Dan is het opgelost. In Vlaanderen zijn we 75%. Dat is niet iets wat u op 1, 2, 3 zal opgelost krijgen. Ja, we zijn krijgen, toch hè? Al in Vlaanderen ook een goede conjunctuur nodig. We zijn in Vlaanderen toch al een heel eind onderweg. Maar je moet het beleid voeren dat dat kan onderpinnen. En daar lees ik uw programma. En ja, je hebt natuurlijk
Gratis openbaar vervoer, gratis dokterbezoek, 47% opslag van de minimumloon, een pensioen van 1500 euro voor iedereen, waar de voorwaarden nog wat worden verslapt. Hè, meer gelijk. Dat zijn de dingen periodes. Die door het planbureau berekend zijn. Hè? Dat is beter dan dat je ze evalueert. Minder werken voor hetzelfde loon. Ja. Dan zwijg ik nog van het PACE-programma, de even knie aan de andere kant. Dat is goed. Mag ik daar reageren op wat dat allee, gezegd is? Dat is toch totaal niet realistisch. Dat gelooft toch ook gewoon niemand in deze tijd. Het is nu berekend. Het werd altijd maar gezegd, dat is niet haalbaar, dat is niet betaalbaar, maar het is nu berekend. En blijkt het wel te zijn. Ja. Maar het punt van die jobcreatie, dat is wel interessant, omdat al die partijen van de meerderheid die wel doorgaan, CD&V, N-VA, maar dat is de VLD, filosofie bij uitstek voilà, die zeggen, van N-VA, we gaan overal ja, maar meer jobs creëren, het zal beter zijn. Werken? Dat miljard tekort in de sociale zekerheid, dat is omdat de inkomsten lager zijn en de uitgaven hoger. En ze claimen, we hebben meer dan 200.000 jobs gecreëerd, dus zou de sociale zekerheid moeten verbeteren. We hebben de bruto lonen verlaagd. De inkomsten zijn 600 miljoen lager en de uitgaven zijn 400 miljoen hoger. We hebben de bruto lonen verlaagd. Dus het klopt niet. Het klopt niet, dat verhaal. En daar, ik vind dat we ook moeten duidelijk zijn. We hebben gezegd in die toekomstbegroting... Maar maak het eens concreet. Waar denkt u zo dat N-VA bijvoorbeeld wil besparen? Op welke manier? Want dat is de aanvraag. Als ik het aan mij stel. Ja, ik kom direct bij u. U mocht het aan hem ook stellen, maar ik zal antwoorden met wat ik zie, wat ze voorstellen. Dat is de groeinorm op de gezondheidszorg verder beperken. Ze hebben 2,3 miljard bespaard. Je kunt dat samendrukken noemen, bespaard. Ze gaan, er nog 1,5 miljard besparingen bij doen. Okay. Wat is het probleem daarmee? Medicamenten worden duurder voor de mensen en de pharma heeft 600 miljoen te veel gekregen, de grote bedrijven. Dat zou een oplossing zijn. Haal dat geld terug van die farmabedrijven en verlaag terug de prijs van de medicamenten en de zorgen. Dat zou een oplossing zijn. Meneer De Wever. Waar wij gaan besparen, ja, dat staat heel duidelijk in ons programma en ook in de plannen die we hebben ingediend. Hè. Ik zeg het nog eens, het planbureau, ik citeer letterlijk, wij zijn de enigen die onze uitgaven met reële inkomsten hebben onderpind. Je kan er veel lucht in pompen, hè. Miljarden die men gaat rapen, waarvan je goed weet dat die nooit gaan komen. Dat zit in ons programma. Veel. Veel. En het planbureau zegt van niet. Als je het planbureau serieus pakt voor je eigen, heel veel. Pak het als serieus voor een ander. Ik heb dat citaat gegeven, het staat erin. De enige die haar uitgaven onderpint met reële inkomsten. Ja. Dat is... Zullen daar bijvoorbeeld dingen in staan die we nu nog niet weten? Zoals we in 2014 niet zouden weten dat de pensioenleeftijd werd opgetrokken. Weten we, ja, het stond wel in de sterren geschreven, natuurlijk. Hè. Als we zijn het laatste oezoland... Er is geen woord overgezegd tijdens de campagne. Er is gezegd dat die effectieve leeftijd moest verhogen. Dat is hetgeen dat we vandaag nog altijd... Je hebt het voorgelezen in ons programma. En dat die ook de levensverwachting moet volgen. Er zijn ook geen andere methodes. Hè. We moeten enorme gaten opstoppen. Maar is er nu zoiets... Fonds, daar hebben we niks in gevonden. Meneer Wever, u pakte een risico. Het zilverfonds, daar hebben we niks in gevonden. U pakte een risico, want gezegd, er is in de verkiezingen 14 tegen de kiezer niet gezegd dat de wettelijke pensioenleeftijd niet moest verhogen. Dat is wel gezegd. U hebt heel... stond in de programma's en er is gecommuniceerd. We gaan op 65 kunnen blijven. U hebt netjes ons programma voorgelezen. Ik durf dat ook vooruitkomen. In 1965 gingen de mensen op 65 op pensioen. Effectieve uitreding. Men leefde gemiddeld nog 9 jaar. Vandaag gaan ze op 60. Het is eerlijk. Vandaag gaan ze op 60. Ze leven gemiddeld nog 21 jaar. Toen u verantwoordelijk was voor pensioenen, ging men op 57. Okay. 55 als vrouw. De jaren over de daar pensioenen waar u naar verwijst, liep ik nog in de pampers. He. Meneer De Wever, u weet dat ook. Ik verantwoordelijk. De minister die u had, was meneer Dardenne. Ik denk niet dat hij veel gedaan heeft. Dat was niet mijn minister, dat weet u ook. Er was nog wel een zilverfonds, dat zult u herinneren, maar daar hebben we niet veel in gevonden. Over pensioenen daar zal gesproken, moeten ingegrepen want worden. Dat hoor je soms, die hogere pensioenen bijvoorbeeld, de allerhoogste, dat is onbetaalbaar. U hebt het zelf ook al eens laten vallen. Ja, is dat iets waarvan u zegt, daar mogen mensen zich aan verwachten? Er staat letterlijk in ons programma dat het belastingsvoordeel op die hoogste pensioenen wordt geschrapt. Dus wij durven dat ook zeggen. Inderdaad, op de gezondheidszorg gaan we nog altijd groeien, hè? Maar het zal minder zijn, want dat moet de economie volgen. Op die hoogste pensioenen durven wij inderdaad afromen. Werkloosheid beperken. Hoeveel in de tijd. Minder op de gezondheidszorg? Rugpensioen, daar moet men mee stoppen. Hoeveel instroom in de langdurige de ziekte, daar zullen we serieus de ventielen moeten toedraaien. Daar ben ik het mee eens. Ja. Ja, dat is nog altijd 1,5% groeinorm bovenop de index, hè, voor alle duidelijkheid. Hè. Men doet hier precies of Pister Daans loopt door de straten en de kinderen vallen dood van de honger. Dat is in Vlaanderen, kiezer, eerlijk gezegd. Het is omdat de kiezer zou weten wat u... Dat ik niet ken, hè. Het is omdat de kiezer zou weten wat u voorstelt. Dat is een bijkomende besparing van een miljard op de gezondheidszorg. U weet... Dat is het antwoord op de vraag die mevrouw Kool stelt. Maar u weet... En eigenlijk is het punt, waar gaat het geld naartoe? De vraag die ik u daar juist heb gesteld. In de gezondheidszorg, die besparing, is dat duidelijk. Mensen betalen meer voor medicamenten. Mensen betalen meer als ze naar de tandarts en kinesist gaan door de deconventionering. En de grote farmabedrijven hebben 600 miljoen extra gekregen via een achterpoortje. Hè. Dat is gewoon niet fair. Als je dan toch bespaart, hou het fair en hou het betaalbaar voor de mensen. Maar ik dat wil elke hervorming in die zin bekijken. Ik ben niet de vriend van de grote farmabedrijven, verre van. Wat ik wel durf ontkennen, is dat wij asociaal zouden hebben bestuurd. De welvaartsenveloppen hebben wij voor bijna 100% uitgekeerd.
Dat is veel meer dan de vorige regering. De sociale minima zijn verhoogd van 11% tot 16%. Dus wij hebben wel degelijk die inspanningen gedaan. Dat moet u toch allemaal mee in rekening brengen. En die taxshift was effectief een shift naar lagere inkomens, die vooral met lasten op vermogen en kapitaal is gefinancierd. Dat kan u toch niet ontkennen? Die zijn er toch geweest? Het is een techniek om iets te ontkennen dat ik niet heb gezegd. Maar als het bijvoorbeeld over die pensioenen gaat... Er is, en dat is ook gecheckt ondertussen, met de maatregelen die genomen zijn, is het langer werken voor minder pensioen. Dat is lang ontkend. Dat is niet juist. Maar die hoogste pensioenen... Komt kinderen nog altijd? Ja, u blijft dat ontkennen, maar dat goed, is het is gecheckt zo. Ondertussen. Die hoogste pensioenen waar u naar verwees, die zijn verhoogd ja, bij maar meneer regering. Crombé, uw partij die de pensioenleeftijd opnieuw naar beneden brengt, dat is dan toch ook niet werkbaar als we kijken naar de komende generaties? Jawel, ik ben het daar niet mee eens. Wat er nu gebeurd is onder deze regering, is chaos creëren voor de bevolking. Maar expert Frank van den Broeke zegt zelf, het is waanzinnig. Hij mag zeggen wat hij wil. Hij heeft met veel van wat we gedaan hebben, heeft hij mee naar gekeken, omdat we een nieuw model voorstellen waar je de komende 40 jaar mee weg kunt. En daar zeggen we, carrières van 42 jaar, vanaf die carrière van 42 jaar, 1500. De herinvoering van de pensioenbonus, want die is afgeschaft bij het begin van de regering, was ook niet aangekondigd, omdat dat was aan mensen. We vragen dat je langer werkt. De pensioenbonus gaf een extra pensioen. Okay. Hebben ze ook afgeschaft. Ja, dus het waren beroepen. Allee. Niets mee gebeurd. Mensen komen vragen van 19 jaar in de bouw. Moeten wij echt nog 48 jaar werken? Laat daar meneer De Wever nog even op reageren. Ja, sorry. Zegt dat je de wettelijke pensioenleeftijd nog gaat verhogen. Wat denkt u dat die mensen dan denken? Dat is populisme. Meneer De Wever, u mag hierop reageren. 45 jaar is een volledige loopbaan. Daar is ook niks aan veranderd. Frank van den Broeke, uw groot expert, zegt over uw eigen plannen... Onbetaalbaar. 42 jaar onbetaalbaar. 1500 euro voor iedereen onbetaalbaar. Gelijkgestelde periodes. Dat betaalbaar is, gelijkgestelde periodes, die breidt u nog uit. Nu is al 1/3 van onze pensioenmassa, dat is 50 miljard per jaar, niet gedekt door gewerkt. Door gewerkte arbeid. U kent allemaal het verhaal van die twee Waalse vriendinnen. Eén is zelfstandige, 40 jaar gewerkt. Heeft een lager pensioen dan een vriendin die 30 jaar twee minuten werkloos is. Sprak u over populisme. Wel, die werkloze, die gaat er bij u, maakt nog een kwantumsprong. Vooruit. Okay. Dat is onbetaalbaar. Dat is niet waar. Dat wie er bij ons op vooruit gaat, dat is een metser van die 47 jaar heeft gemetst en die 1350 heeft. Heren. Die gaat er op vooruit bij ons. Die zal er bij ons, ook op vooruit gaan. Nee, je gaat de wettelijke pensioenleeftijd van die mensen nog verhogen. Nee, die gaan de volledige loopbaan niet maken. Niet door elkaar, want dat is niet fair. Ja, maar dat is niet fair. Diegene die een volledige loopbaan bij ons maakt, die gaat er fel op vooruit gaan. Dat is hetgeen dat we willen aanmoedigen. Mag ik zeggen, we gaan afronden. Hier zitten twee... visies op de samenleving en begroting, sociale zekerheid tegenover elkaar. Als de kiezer het zo beslist en de kaarten liggen zo, kan dit samen op federaal niveau? Ja, gemakkelijk zal dat zoals zijn, in Antwerpen, natuurlijk. Sorry dat ik het zo zeg, meneer De Wever, maar kan het? U mag een stad niet vergelijken met een land. Hè? Een uitslag is wat dat is. Je moet de werkbare meerderheid gebruiken die maar er is. Maar kan het? Well, federaal met de PS ligt dat voor ons zo goed als onmogelijk. Nee, dat is eigenlijk onmogelijk. Ja, maar wie is de PS? Linkser. Is dat Di Rupo? Is dat Magnet? Ja, want dat verandert al eens. Zegt u het is wie maar dat u dat hebt is. Ooit wie, gezegd wie, niet met Di Rupo, maar misschien nee, wel met Magnet. Nee, het gaat over de partij, het gaat niet over personen natuurlijk. Als je ziet welk programma dat die voorop schrijft, 4 dagen gaan werken voor hetzelfde loon, open grenzen, alle hervormingen terugschroeven, terug minder lang gaan werken. Mm. Allee, dat is eigenlijk alles wat we hebben gedaan en het was nog niet genoeg. En je hebt gelijk dat het nog niet genoeg was. Dat willen ze nog eens gaan terugschroeven. Denk terug aan de tijd van Dardenne en aan het Zilverfonds. Ja. Als we daar terug naartoe willen, zonder mij. Echt, zonder mij. Meneer Crombé, zou het kunnen? Oh, ik denk dat uw vraag is gewoon correct. Er liggen zo'n twee verschillende maatschappijvisies voor. En dat is de voorbije 5 jaar zo duidelijk maar dat geworden. Hebben we nog gehoord. Ja, maar het, zou het kunnen het kan als het zijn, moet? Ja, maar, het kan. Maar we hebben veel jaren achter de rug. En ik ben eigenlijk blij dat dat ook verleden tijd is, waar dat er veel te veel naar het centrum werd gesproken, naar de kiezer. Nu zijn er echt verschillende maatschappijvisies, maar ik ben heel duidelijk dat we terug zekerheid aan mensen moeten geven dat na 42 jaar werken die minimumpensioenen er moeten komen. Anders gaat het voor ons niet. Dat die facturen naar beneden moeten, zeker de BTW terug naar 6% daar zijn anderen het op elektriciteit. Over en de zorgzekerheid, wachtlijsten afschaffen. Alleen, dat staat niet in hun programma. Heel ze zijn daar zelfs tegen, ze zeggen daar nee op. Want we moeten eruit. Ja, mensen die 35 jaar werken, krijgen van ons al meer. Maar dan moet er wel gewerkt worden. Hè. Met jullie gelijkgestelde periodes is dat gewoon ongedekte checks die u schrijft. Goed. Ik zeg wel heel duidelijk, ons veto is tegen de PS op federaal niveau en ecolo. Op Vlaams niveau stel ik geen enkel veto tegen niemand. Dat zou ook onzinnig zijn. De kiezer beslist. Tegen niemand. Tegen niemand. Onthouden we ook niet. Tegen groen of extreem links of tegen niemand, zegt u nu? Ja, laat ons zeggen, van iedereen die tot een normale club van mensen behoort, stel ik geen enkel veto. Oké, dat is duidelijk. John Crombé en Bart De Wever, dank jullie wel voor dit debat. Dank u wel. Graag gedaan.